Welkom bij Zeg Nou Zelf. Ik sta hier in de Ambachtstraat met hier achter mij vaccinbedrijf MSD. Dit bedrijf wil graag uitbreiden, maar de gemeenteraad wil in deze straat graag meer woningen en lichte bedrijvigheid. Afgelopen dinsdag stemde de meerderheid van de raad tegen uitbreiding van de MSD, omdat zij vinden dat het college te weinig informatie heeft gegeven. De raad is bang dat straks de zaken onomkeerbaar zijn. Wat vinden onze inwoners hiervan? Of het nou een hele handige plek is, daar valt natuurlijk ook te betwijfelen. Ik denk dat het nog wel genoeg of op de Uithof of op de oude waar de RIVM weggaat, dat daar misschien ook nog wel mogelijkheden zijn. Nou, we hebben een uitnodiging gekregen om voor een uitleg. Ik heb alleen gevraagd tot hoe hoog het gebouwd gaat worden, want ik kijk al tegen de muur aan. En dat was voor mij belangrijker dat er niet nog meer een etage bovenop kwam. En daar heb ik netjes antwoord op gekregen en dat was niet het geval. Dus ja, voor de rest, ik woon er nu al 20 jaar achter, dus ik heb er eigenlijk weinig last van. Ik geef zelf wel de voorkeur aan woningen in plaats van uitbreiding van een bedrijf. Ik denk dat een bedrijf zich beter kan vestigen op een terrein wat bedoeld is voor bedrijven, het bedrijventerrein dus. Ik ben bij een bijeenkomst geweest van de MSD, een voorlichtingsbijeenkomst, en er werd gesuggereerd, ook omdat er een dame, een voorlichtingsdame van de gemeente bij zat, dat alle vergunningen rond waren. Toen ik hoorde dat het niet zo was, voelde ik me echt bedonderd. Ik had dus het idee dat ik niks meer in kon brengen. Ik dacht van ja, er gaat een hoofd van mijn licht gaat weg. Gelukkig zijn er wat mensen die hebben besloten om een actiecomité op te richten. Die hebben wat dingen netjes op een rijtje gezet, zoals mag dat eigenlijk wel een fabriek zo dicht in de buurt van woningen. Gaat u zich aanmelden bij het comité? Of? Ik heb me ogenblikkelijk gisteravond, nadat ik het gelezen had, aangemeld bij het comité. Ik werd van harte verwelkomd door een Nanne, die me heel verstandig lijkt. Eerlijk gezegd, ik zit hier nogal lekker. Ik heb het geregeld. En ze kunnen me nog meer vertellen. Als zij daar een parkeerplaats willen regelen, op de plek van de moskee geloof ik, dan moeten ze dat zelf weten. Ja, dus u vindt het eigenlijk geen probleem als MSD zou uitbreiden? Ja, moet je luisteren. Als ze mij uit willen kopen, dan zullen ze met een goed bod moeten komen. Als het maar niet hoger wordt. Want dan hou ik geen licht meer over achter, hè? Nou, af en toe dan hangt er een stankje, jongen. Dan zeg je u tegen. Ja, nou, en dat is gewoon niet leuk. Het is allemaal keurig geregeld hierachter, dus ik heb er geen probleem mee. Het bedrijf stond er al en zijn de huizen omheen gebouwd. Dus dat is weer een probleem. Ja. Dus. En denkt u dat daar nog een oplossing voor komt? Oh, een blabrandende joe. Nou, dat vind ik schandalig. Als je een afspraak maakt over je het hier wil en er is een bestemmingsplan, dan moet je je daaraan houden. En er is expres een heel Larenstein gemaakt om daar allemaal bedrijven te maken en dan gaat deze stiekem groeien. Dat deugt niet. De een is er nauwelijks mee bezig en de ander kan zich er aardig over opwinden. Dat het een vervolg gaat hebben, dat is wel duidelijk. Dit was Zeg Nou Zelf en tot volgende week.